U luistert naar Koinonia, het internetkanaal voor Bijbelstudie. Is een prachtige tekst in Genesis 28. Ik denk dat veel mensen die uit het hoofd kennen en echt in hun hart bewaren. En daar wordt tegen Jacob gezegd, Genesis 28 vers 15. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u terugbrengen, wederbrengen. Ik zal u terugbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Dat is een prachtige belofte aan Jacob, dat God met hem zal zijn, dus hij is nooit alleen, wat voor duisternis hij ook binnentrekt. De Heere God is erbij. Ik zal u behoeden overal waar gij gaat. Dus hij zal de bijzondere zorg van God ontvangen, zodat hij overleeft om zijn taak te kunnen volbrengen. Ten derde, ik zal u terugbrengen naar dit land, dat is de landbelofte. Uiteindelijk zal hij terugkomen in dit land, terwijl hij op dat moment vervolgd wordt door Esau, een zwerver is, bij Laban moet blijven, zoals we weten, 14 jaar lang. Ik zal u toch terugbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. En God heeft een plan met Jacob en zal dat ook aan hem vervullen. Ja, dat is toch een prachtige belofte. Een belofte om elke dag mee te beginnen. De dag van gisteren ligt achter ons. Die heeft zo zijn donkere kant gehad. De schuld misschien die we op ons hebben geladen door wat we deden. De pijn van onze eigen zonde of de zonde die ons is aangedaan. De ellende die we hebben doorgemaakt, de teleurstellingen, een donkere dag misschien en een moeilijk uur. Maar dan mogen we de nieuwe dag weer ingaan met de tekst van Genesis 28 in onze oren. Nou, geef God dat die belofte dan in ons hart, in ons leven mag doorwerken. We gaan een onbekende dag tegemoet. We weten niet precies wat de dag zal brengen. We hebben misschien al een heleboel zorgen van gisteren overgenomen. Maar dan komt de Heere God in ons leven. En die ziet onze zorg en onze kwellingen en onze angst. En die zegt dan tegen ons, zoals tegen Jacob. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u terugbrengen naar dit land, naar de plaats waar je tot een zegen kunt zijn. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Ik zal u behoeden overal. Ik zal u behoeden altijd. En wat ik gesproken heb, zal ik doen. In Jezus Christus is deze God van Jacob ook onze God. Door hem zijn wij als gelovigen nu kinderen geworden, verloste kinderen. En we hoeven nooit aan zijn eeuwige trouw te twijfelen. Er zal niet één van de beloften van God worden tegengehouden, tegengewerkt. Elk van zijn goede woorden zal in de goede aarde vallen. En als wij het geduld hebben om op hem te wachten, dan zullen we ook de bloei ervan meemaken. En dan zullen we net als Jacob zeggen, als we uit onze slaap ontwaken, waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet eens geweten. U luisterde naar Koinonia, het internetkanaal voor Bijbelstudie. En mijn naam is Robert Veen.